De bevrijding van Limburg begon in het zuiden op 12 september 1944. Het noorden werd op 3 maart 1945 bevrijd. Kirsten Paulus volgt in 5 afleveringen het spoor van de bevrijders en ontvangt gasten aan boord van de Limburg Herdenkt Vrijheidsboot. Welkom op de Vrijheidsboot. Dit is de Oude Maas. Daar is België en dat is Nederland. En die Oude Maas die was exact 75 jaar geleden frontlinie. We volgen in deze uitzending van de Vrijheidsboot het spoor van de geallieerde bevrijders in Midden-Limburg. Want daar zijn we nu. Eerst even kijken hoe het er toen hier uitzag. Het bevrijdingsfront kruipt tussen oktober 1944 en eind januari 1945 tergend langzaam vooruit. Omdat de Duitsers tot de tanden bewapend en uitermate fanatieke parachutisten in de strijd werpen. De bevolking op de westelijke Maasoever en in de Hoerdriehoek moet door een hel. Razzia's, deportaties, gedwongen evacuaties, terreur, plunderingen en beschietingen zijn aan de orde van de dag. Dit is niet om vol te houden. Waar blijven de bevrijders? Ja, waar blijven die bevrijders, Fred? Sinds september lag het front boven Sittard stil. En de Duitsers hadden die tijd benut om zich daar terdege in te graven. Burgerbevolking werd opgeroepen om mee te helpen bij het aanleggen van al die verdedigingswerken, onder dwang allemaal. En toen de Britten eenmaal het gebied binnentrokken, dan vochten de Duitsers met doodsverachting, want ze hadden daar hun beste mensen staan, tot de tanden bewapend. En op het moment dat ze die stellingen niet meer konden houden, dan trokken ze zich een paar kilometer terug en hadden ze de volgende verdedigingsstelling weer. En dat was zo bij Nieuwstad, dat was zo bij Susteren, dat was zo bij Echt, dat was zo bij Sint-Joost. Daar is allemaal heel zwaar gevochten. Die plaatsen lagen helemaal in puin. Want die Duitse tactiek om zich telkens een paar kilometer terug te trekken, die eindigde op een gegeven moment bij Montfort. En daar zaten de Duitse parachutisten te midden van de vluchtelingen. Die namen de Britten onder vuur, zodat die besloten hebben van nou ja, dan gaan we de boel maar bombarderen. En op 20, 21 en 22 januari 1945 is dat arme Montfort tot wel 7 keer toe gebombardeerd door de Canadese luchtmacht. Daar zijn honderden mensen om het leven bij gekomen. Dat hele dorpje was eigenlijk van de aardbodem weggevaagd en een veelvoud aan gewonden. Dus het was een regelrechte hel om op dat moment hier in die Roerdriehoek, waar we nu dus varen, om daar te moeten zijn. Meneer Keizer, hartelijk welkom. Zo, wacht even. Dankjewel, dankjewel. Hartelijk welkom. Dankjewel. En wat een prachtige dag hebt u uitgekozen. U bent betrokken bij het burgercomité, allerlei projecten, ook om de jeugd te bereiken en te betrekken. Waarom is dat? Omdat de jongeren van nu zijn degenen die over 25 jaar de herdenking van dan moeten gaan organiseren. Dan is het 100 jaar geleden. Zijn die jongeren er wel in geïnteresseerd? Ja, massaal. Wat opvalt is dat jongeren heel erg nieuwsgierig zijn naar het echte verhaal wat erachter zit. En dat echte verhaal, dat moet je eigenlijk op locatie moet je dat horen. Niet uit boekjes of vanuit video's of wat dan ook, maar gewoon van mensen zelf. En dat waren toen jonge mensen. Die zie je nu hun verhaal vertellen. Maar die vertellen dat met dezelfde jeugdigheid en hetzelfde elan. En als zij dan hun ervaringen vertellen, dan zeggen ze van, wij kijken dus ook op een hele speciale manier naar het nieuws als we het hebben over vluchtelingen. Wij weten wat het is om verdreven te worden van huis en haard. En als jonge mensen dat horen, dan kijk je eigenlijk door de tijd heen en dan zie je ook de ellende die van alle tijden is, maar ook het perspectief, de hoop. Er staan altijd mensen klaar om voor jouw vrijheid te vechten en om jouw bescherming te geven. En dat verhaal van vrijheid, van vrede, waar je iets voor moet doen, dat is eigenlijk het doel van de herdenkingen. Denkt u ook dat kinderen of jongeren anders naar de geschiedenis gaan kijken door dit perspectief te bieden? Ik denk dat doordat je het op deze manier doet, dat jonge mensen überhaupt meer geïnteresseerd gaan worden over wat is eigenlijk geschiedenis, wat is er gebeurd. Want geschiedenis is niet saai, dat is niet iets uit boeken.
Dat is geen papier, dat is niet verstoft. Dat is iets wat doorwerkt in vandaag. En als je vandaag begrijpt vanuit de geschiedenis, begrijp je de huidige tijd veel beter. Je weet waar je vandaan komt en wie snapt waar die vandaan komt, weet ook waar die mogelijk naartoe kan. Dat is wel een belangrijke, want wij leren uit de boekjes de mondiale geschiedenis, de wereldgeschiedenis. Maar vaak weten we helemaal niet wat er hier gebeurd is. En dat is voor jongeren misschien juist leuk ook om te weten en goed om te weten. Dat is niet alleen goed om te weten, dat is ook iets wat hoort bij je identiteit. En het woord identiteit, dat wordt heel vaak wordt dat misbruikt. Ik heb wel eens in een toespraak van gouverneur Bovens gehoord van identiteit is eigenlijk helemaal geen goed woord als je het over Limburgse identiteit hebt. Het gaat over de Limburgse ziel. Kijk, een identiteit is een hek, zijn zijn woorden, wat je ergens omheen kunt zetten. Van hier ben ik, hier zijn wij en dat zijn jullie. Hij praat over de Limburgse ziel en die is open. En bij die Limburgse ziel hoort ook bij wat wij hier vandaag voelen. Daar is Nederland, daar is België, dit is Europa. And the sky is the limit. Dus je moet juist als Limburg laten zien van, juist vanuit onze geschiedenis. Wij zijn niet van de staatkundige grenzen. Wij zijn eigenlijk van het grenzeloze, van het gemeenschap vieren. Dat doen wij in Limburg heel goed. Daar moeten we ook trots op blijven. En dat gemeenschap vieren, dat kan je alleen maar in vrijheid als jij ook de gelegenheid hebt en de vrijheid hebt om dit te mogen doen. Want er zijn genoeg landen en ook tijden in onze geschiedenis dat dat verboden was. Dus het is niet alleen terugkijken en herdenken, maar het is misschien ook met een nieuwe blik naar voren. Het gaat juist om de nieuwe blik naar voren. Ik heb een primeurtje voor u. Ook een project wat mogelijk gemaakt is. Oh, leuk. Ben benieuwd. Vrij zei je dat betekende taart. Dan nee, je kan het niet bereiken met groot succes. Voor sommige mensen is de vrij verpest. En kun je vrij zijn, ja, dan ben je geblest. Hey, vrijheid, het is gewoon een recht punt uit. En je huidskleur maakt toch geen ene zak uit. Blank, geteen, zwart of geel. Het maakt niks uit, we zijn allemaal één geheel. Pegida en nazi's. Vroeger dacht ik deze groepen die bestaan niet. Wat deze mensen denken, begrijpen niet, dat gaat niet. En deze shit brengt totaal geen motivatie. Dit rolt ook niet thuis in onze generatie. Dus gooi het weg en stop het niet in je mind, vriend. Dus gooi het weg en stop het niet in je mind. Ik verwijder het uit je hoofd, de applicatie. Er zijn natuurlijk nog veel meer jongerenprojecten. Vrij zijn is een internationale uitwisseling tussen Duitse en Limburgse scholieren. En onze verslaggevers gingen naar Aken. We zijn hier dus op uitnodiging omdat stad Aken ons project fantastisch vond. We hebben mensen uit alle windhoeken en alle streken. En daarnaast bewegen we ons ook als Limburgers eigenlijk voortdurend over de grens. Dus wij zien het gewoon als een buur, hè, een goede buur, waar je iets mee samen doet. En waar je ook iets mee te delen hebt in een geschiedenis. Das Projekt verbindet Schüler aus den Niederlanden und aus der Bundesrepublik. Und es geht um das Kriegsende 1944 hier in der Region. Etwas, was einen historischen Wert hat, aber dieser historische Wert muss für jede Generation neu erschlossen werden. Und uns geht es darum, Schüler ins Gespräch miteinander zu bringen und über was bedeutet Freiheit für mich jetzt hier und heute zu diskutieren. Everybody should be able to speak up for their rights. You shouldn't say it out loud. Something you say might insult me. Und? Because of all the people who fought in the war, we're here and we can do this show and we can live our lives and we don't have to hide from any bad stuff. So I think it's really important to remember because they did a lot for us. Geschichte ist immer etwas Dynamisches, etwas, was nach vorne gehen muss. Und diese Dynamik ist ein Prozess, den wir den Schülern mitgeben wollen. Hoe sta jij stil bij onze vrijheid? Laat het ons weten op onze Facebookpagina Limburg Herdenkt.
Meneer Keizer, u bent opa van Ize. Hoe wilt u dat zij die vrijheid herdenkt? Wat zij onthoudt van vrijheid? Ik hoop dat onze jongeren, iedereen mijn kleindochter, maar onze jonge generatie en alles wat daarna komt, vrij kan zijn van angst en verbonden in gemeenschap. Is dat de essentie van vrijheid meteen ook? De essentie van vrijheid is dat je vrij kunt ademhalen, dat je vrij kunt zijn wie je bent. Je kunt alleen maar zijn wie je bent samen met anderen. Ja. En dat doen wij in Limburg. Ja. Hier heb je overal die koeien, dat Highland Cattle, maar die hebben we niet gezien daar. Dat zijn de Poolse koningsparen. Poolse koningsparen. Ja. Prachtig plaatje, hè? Ja. Zeker met die zon hier. Wij varen zo richting het Witte Stadje, richting Toor, richting Torren. En daar herdenken ze ook, met een vensterwangmuseum op een school. We hebben met de hele klas een vensterbankmuseum gemaakt, hier achter ons. En we zouden het leuk vinden om daar iets over te vertellen. Dit monument hebben wij geadopteerd. Dus, en daar staan zeg maar, alle Belgische slachtoffers die ons hebben geprobeerd te bevrijden. En op een gegeven moment is dat ook gelukt. Alleen de mensen die het niet hebben overleefd staan op dat monument. Brigade Piron waren Belgische soldaten die een deel van Nederland hebben bevrijd. Onder andere Torren, die hebben zich opgeofferd voor de oorlog te stoppen. Nou, als ik dat monument zie, dan denk ik, dan word ik soms een beetje verdrietig. Zo van, waarom hebben sommige mensen hun leven gegeven voor ons? Maar soms vind ik het ook een heel mooi gebaar, zeg maar, dat hun dat voor ons hebben gedaan. Het is heel belangrijk dat mensen dit zien, omdat het is een herinnering aan hoe erg het was in die tijd. En hoe blij we er nu mee moeten zijn dat we bevrijd zijn. Deze man deed onderduiken in die gemeente, de kerk. En waarschijnlijk wou hij dit nog achterlaten. En dacht hij waarschijnlijk van, komen jullie meer over mij te weten? En weten jullie waar ik zit? Of hij dacht dat in de oorlog dat nog gevonden zou worden. Toen dacht ik van, nou leuk om hierin te zetten. Nou, wat ik belangrijk vind aan dit museum, is dat mensen meer te weten krijgen over de oorlog. En dat ze na gaan denken van, waarom moesten we ruzie maken eigenlijk. Ik kan me er niet zo goed bij voorstellen dat hier nu oorlog zou zijn. Maar gelukkig is het ook niet en kun je gewoon vrij buiten spelen. Vrij met de honden wandelen, vrij paardrijden. Nou ja, het is gewoon heel fijn om in vrijheid te leven. Daar, hè, is Torren. Ja. Bij die kerktoren. Je ziet nog net het puntje van de kerktoren. Ja, hoe zag het er hier, Fred, 75 jaar geleden? Nou, Torren, dat werd eind september 1944 bevrijd door een Belgische brigade. Dat was eigenlijk een brigade die was heel sterk ondermand. Het waren er eigenlijk maar relatief weinig mensen, ook nog slecht bewapend. En die moesten hier een hele lange frontsector moesten die verdedigen. Daar hadden ze eigenlijk te weinig mensen voor. Terwijl de Duitsers behoorlijk sterk waren. Tot begin november. En toen zijn ze uit de frontlinie teruggetrokken. En een Duitse zijde, dat is misschien ook nog wel interessant aan te weten, dat waren allemaal parachutisten, onder wie de broer van de latere Duitse kanselier Helmut Kohl. Maar die is hier om het leven gekomen. Die is hier gesneuveld? Die is hier gesneuveld. Bij Torren? Bij Torren, ja, ja. Oorlog heeft hij zelf meegemaakt en die heeft ons in de klas komen vertellen wat er allemaal is gebeurd. Toen hij de oorlog meegemaakt had, was hij 9 jaar. Sommige dingetjes had hij meegenomen. Vliegtuigen, zo'n klein modelvliegtuigje had hij gemaakt en geverfd. Hij mocht niet mee op kamp, omdat dan zouden zijn ouders moeten zeggen dat hij bij zo'n Duitse groep moest horen. En dat wouden zijn ouders niet. En daarom mocht hij niet mee op kamp. En toen speelde hij thuis maar met die modelvliegtuigjes. Het vliegen, dat heeft me altijd erg geïnteresseerd. Dus vooral heel klein was al van voor de oorlog en in de oorlog en begin er nog. Even deze vliegtuig nota bene hebben de geallieerden er 12.000 geboet. En na de oorlog wordt er nog een paar duizend euro. En een gedeelte daarvan, dat wordt toen bij de
particuliere luchtvaart weer ingezet voor passagiervluchten, waar die dingen oorspronkelijk ook voor bedoeld waren. Wat interessant is bij deze lichting, je moet eens kijken, die wit-zwarte strepen, dat is geboekt vanaf de landing in Normandië. Want toen begon de bevrijding, de liberation. Hè. Die verwiezen naar de duiven. Die brengen ons de vrede, de oorlog, de zin aan het winnen. En dat was wel een prettig gevoel natuurlijk. Hoe heet jij? Gerrit. Dacht ik al. Coco. Ik vind het Hoi. Ik ben Anouk. Anouk. Noah. September. Hallo. September. Ja. Julia. Hartstikke fijn. Yes. Sandra, ja, yes. Leerkracht, ja. Succes. En meneer van de Boel. Ja. Fijn dat u er bent. Mooi, hè, hier op zo'n boot. Ja, vooral met dit weer, hè. U was 9 toen de oorlog begon. Was u bang als kind? In het begin wel. Maar weet je, ze zeggen wel eens, alles went. En ook als je continu beschoten wordt, je kunt niet continu bang zijn. Want dan kom je niet meer uit je bed. Hè? Nee, dus... Toch hebt u vragen geschreven. Daarin schreef u ook dat u bang was. Hebt u aan de kinderen hier in de klas verteld. Er was één jongetje, niet van hier. Ja, zeg, heb jij ook de oorlog meegemaakt? Ja. De juffrouw die zei, hij heeft nooit op school eigenlijk erover gepraat. En ineens begint hij te praten. Ja. Maar misschien omdat hij in de gaten had dat er meer jongetjes zijn geweest, al is dat lang geleden, die ook bang waren. Ja, zoals u. Dat is een manneke met zijn ouders, die waren Palestijnen, heb ik begrepen. Die moeten vluchten naar Syrië. En dan komen ze uiteindelijk in Nederland terecht. En wat mij boeide was dat hij op een gegeven moment zegt, wij kwamen daar ergens in Nederland. Daar waren geen Nederlandse mensen. Kijk, ja, je voelt asielcentrum. Hè? Dus ja. Hoe kun je je thuis gaan voelen ergens als je in een asielcentrum terechtkomt? Hè? Dan zit je weer onder je eigen, allemaal vluchtelingen, allemaal hoop hebben en allemaal ongeduldig zijn. Ja. Zo'n jongetje heeft toch geen normale ontwikkeling gehad. Hè? En dan kan ik me voorstellen, komt hij hier. En dan gaan ze hier over die oorlog praten en dan zit hij naar buiten te kijken en dan weet hij dat, ja. En hier moeten ze iets nieuws opbouwen, dat is heel ongewis, ja. Dus ook de angst en de onzekerheid, dat raakte u? Ja. Ja, meneer Van der Boel, dankjewel. Jongens, we leggen nu aan in Maasbracht en daar is nog een verrassing voor jullie. Jullie weten nog niet wat, hè? Nee. Nee, dat hoort bij een verrassing. Ja, het is nou een prachtige dag, hè Fred, maar 75 jaar geleden was hier in de buurt bij Maasbracht een drama. Hè? Ja, Maasbracht heeft namelijk een hele grote binnenvaartschepenhaven. En die binnenvaartschepen, de Duitsers hadden het in de gaten, het front lag vlakbij inmiddels. En die Duitsers dachten van, hé, dat zou dadelijk wel eens in geallieerde handen kunnen vallen. En dan zoveel laadruimte, daar kunnen de geallieerden gebruik van gaan maken. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst een paar schepen in de stuwen bij Maasbracht tot zinken gebracht, zodat er geen schip meer in of uit kon. En er lagen ruim 240 binnenvaartschepen in die haven op dat moment. Want die kwamen ook van andere delen van het land. Ja, die sluis was al voor een gedeelte onklaar, omdat er iemand per ongeluk tegenaan gevaren was. Dus er was al enige stremming en ophoping van dat scheepvaartverkeer. Maar dat stond er eigenlijk los van. Wat de Duitsers wilden, dat is dat die boten niet in geallieerde handen zouden vallen en gebruikt konden worden voor wapenvervoer, goederen, voedsel, noem maar op. Dus wat deden ze? Wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar die schippers toegegaan. Die hebben gezegd, van die boten af, neem maar mee wat je mee kunt nemen, want die zijn nu van ons. Dat is allemaal eind september gebeurd, 1944. Die schippers hebben snel wat mee kunnen nemen, maar niet veel. En de volgende dag hebben de Duitsers al die 240 boten met dynamiet opgeblazen. Dus Maasbracht veranderde van de ene op de andere dag in één gigantisch schepenkerkhof. Daar was niks meer van over? Daar was niets meer van over. Alles was gezonken of stak nog voor een stukje boven water uit. En die schippers zelf met hun gezinnen en hun kinderen hebben bij de mensen in Maasbracht tijdelijk onderdak gevonden. Maar ook een ramp voor die mensen, want die hadden niks meer natuurlijk. Ze hadden helemaal niks meer. En ze waren net bij die mensen in Maasbracht, hadden ze weer onderkomen gevonden.
kwamen de Duitsers opnieuw wegwezen. En toen zijn ze allemaal verder de Roerdriehoek ingejaagd, waarvan er vele tientallen in Montfort terecht zijn gekomen. Waar we het eerder over gehad hadden. En daar hadden we het straks al over gehad. Daar kregen ze in januari nog eens een keer die zware bombardementen te verduren, waarbij ook nog eens tientallen mensen uit Maasbracht, waaronder veel schippers, om het leven zijn gekomen. Dus een gigantisch drama wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. En dat speelt nog altijd. Ja, hoe dan? In welke zin speelt dat dan nog altijd? Ja, die herinnering die is natuurlijk gebleven, want de mensen raakten in één keer hun inkomen kwijt, raakten hun bezittingen kwijt. En je kunt wel nagaan, dit was de grootste scheepsramp die Nederland ooit heeft getroffen. Zo staat het bekend en zo zal het ook altijd herinnerd worden. Want het was een misdaad. Het had geen enkele zin. Nee, weer een van die misdaden. Het staartje van de oorlog eigenlijk. Eigenlijk helemaal in het zicht van de bevrijding, ja, zijn de Duitsers als wilden tekeer gegaan en hebben echt regelrechte rampen aangericht. Ja, dit gebied heeft echt al geleden. Dit gebied heeft heel zwaar geleden, ja. Zoals eigenlijk het hele noorden en midden van de provincie. Als je dat vergelijkt met Maastricht bijvoorbeeld, dan denk je, daar is het een vloek en een zucht vrij geworden. Maar hoe noordelijker je kwam, hoe dramatischer dat het werd. En daar varen we nu. Ja, wij niet alleen, hè. Kijk. En in de volgende afleveringen wordt het waarschijnlijk nog erger bij Venlo en Roermond. Ja. Hallo. Hey jongens, ik had jullie nog een verrassing beloofd, toch? Ja. Nou, de verrassing ligt daar in het water. Kom kijken. Hier even oppassen. Kijk, dit is een boot. Maar dat is een... Een mega vette boot. Een mega vette boot. Een jacht. Ja, een jacht lijkt het wel, hè? Ja. Hoe stoer is dit? Super. Jongens, enter de Tjalk. Hoe is het hier aan boord? Prima. Fons, hè? Hey, hallo. Hi, ik ben Giersen. Fons Marigaar. Hi. Dag. Henk, fijn. Hé, hey, een mega vette boot, hè, is dit? Dat is een mega vette boot, zeker voor die kinderen is dat heel interessant natuurlijk, hè? Ja. Die valt best nog mee, hè? Zo, ja. Kom maar. In de Tweede Wereldoorlog gezonken hier. Dus hebben ze bewust laten zinken om zo min mogelijk schade aan het schip te krijgen. Dus toen de Duitsers vertrokken waren, hoefden ze het schip alleen maar leeg te pompen. En dan was hij weer klaar voor te varen. Dus die schippers lieten zelf hun schepen, waren ze nog intact, lieten zelf die schepen zinken? Ja, die lieten ze zelf zinken, want dan konden ze dus later hadden ze zo min mogelijk reparatie aan het schip. Dus bijna helemaal niks. Nee. Want ze hoefden alleen maar het water eruit te pompen en het schip dreef weer. Hadden ze het weer. En dit schip, wat vervoerde dat in die tijd? Kolen. Heel vroeger, toen ze nog in het noorden voeren, schelpen, mest, turf, hout, ja, vee soms. Ja. Dus en dat waren van alles eigenlijk, zo'n beetje wat er voorhanden was. Heb je er wel eens mee gevaren, Fons? Nou, we hebben wel eens mee gevaren van hier met de zijschroef naar Tinnemans. En dan moest je het water uit, want dan moest je voor onderhoud moest het vlak schoongespoten worden en opnieuw in de teer gezet worden. Dus dat stukje heb je met hem gevaren? Dat is het enige wat ik met hem heb gevaren. En we liepen ongeveer 2 à 3 kilometer per uur. Dus okay, we waren toch nog lang onderweg naar hier naar de haven. Met een zonnetje nog steeds op de boot, terug op de boot hier met een deel van de jeugd van het Harmonieorkest Sint Michael. Allemaal geiten, hè, dames? Ja. Ja, en ook echt geiten, of niet? Ja. Hoeveel jongens zitten er bij de jeugd? Ja, verschillend. Niet heel veel. Denk 10 of zo. 10, maar wel een paar leuke? Ja. Nee. Ja, gemengd. Hey, jullie gaan voor ons spelen zometeen. Wat gaan jullie spelen? Air. Air, lucht. Ja. Succes, hè, dames. Zet hem op.
je zou dit eigenlijk moeten filmen, Fred, hoe mooi dit is. En op deze klanken, zo mooi. Echt. Maar we liggen er heel even uit met de vrijheidsboot tot begin 2020. Ja. Edinburgh is nog steeds niet helemaal bevrijd. Nee, zeker niet. Ja. We hebben nog heel wat te gaan. Roermond, Venlo, en daar is zoveel gebeurd. Daar is nog zoveel van te vertellen. Ga ik allemaal doen. Doen we allemaal. Dus we zien u begin volgend jaar. En wij genieten nog even na. Hè? Heerlijk nagenieten. Mm. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en het Veefonds.